Vrijdag heeft de rechter bepaald dat de leden van voetbalclub Achilles 29 uit Groesbeek niet meer op sportpark De Heikant mogen komen. De familie Derks, eigenaar van de grond van het sportpark, had dit in een kort geding geëist. Al geruime tijd is er een conflict tussen de familie en voetbalclub Achilles. Leden willen gewoon bij een clubhuis komen dat op grondgebied ligt van familie Derks. Op 11 november verschaften een aantal supporters toegang tot het clubhuis door het hek te forceren. Dit is volgens de rechter dus strafbaar. Ook het jubileumfeest dat men wil houden in de kantine van de club kan nu naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan. En dat betreurt ook oud-trainer van Achilles, Erik Meijers. Ja, zeker. Ja, nou goed, ik uh, weet niet of het zover komt. Maar uh, ja, ik, 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 ik hoop toch van gans harte dat het toch wel door kan gaan. Aan de andere kant is er op dit moment wel heel veel gebeurd uh, binnen de gelederen. En het is heel moeilijk om, om nog alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En uh, ja, het dreigt gewoon de verkeerde kant op te gaan. En, ja, het zou doodzonde zijn als. Uh, als daar op de heikant nooit meer gevoetbald gaat worden.